een van de dingen wat mensen enorm aanspreekt is het snuffelen. Het rondlopen, het even de sfeer proeven en nou ja, even sneuken, zeg maar. En nou ja, dat kan nu niet in de winkel, maar we willen toch zoveel mogelijk die beleving geven. Nou ja, maar wel in acht nemen met de grens dat mensen gewoon niet de winkel in kunnen. Wat hebben jullie bedacht en hoe werkt het? Ja, we hebben een telefoonnummer, dus die staan op al onze etalages. Dus als iemand interesse heeft, dan kan dan naar dat nummer gebeld worden. Of mensen geven het via Facebook eronder aan en dan hebben we gewoon persoonlijk contact. En dan regelen we dat, zodat ze het op kunnen halen. Of ze kunnen dus naar dat telefoonnummer bellen. En dan reserveren we het en dan kunnen ze het opkomen halen. En veel kringlopen is er ook echt een overschot aan spullen. Is dat bij jullie ook het geval? Ja, we zijn heel blij met dat we de inname open kunnen houden. Dat is een essentieel onderdeel. Dus wij kunnen daardoor echt voorkomen dat er veel dingen weggegooid worden bij HVC of C. Asterweg. En wij merken dat het ontzettend druk is. Dus we hebben vorige week massaal zijn mensen langsgekomen om hun spullen in te leveren. Dus mensen hebben echt opgeruimd en brengen het hierheen. Maar we merken dus wel dat ons magazijn langzaam maar zeker vol begint te raken. We krijgen zoveel binnen. Dat vinden we leuk en dan kijken we gelijk wat kunnen we in de etalage zetten. Dus de etalage wordt ook dagelijks ververst en aangevuld. Gaat het ook alleen om kleine spullen? Want in de etalage past natuurlijk niet een kast of iets dergelijks. Maken jullie daar nog een onderscheid in? Ja, we willen graag het snuffelen, het sneupen hier bevorderen. Dat gevoel in ieder geval. Dus daarom hebben we voornamelijk kleine spulletjes in de etalage. En via Marktplaats hebben we echt onze meubels staan en de wat grotere dingen die niet in de etalage passen. Vrijdag is natuurlijk weer een nieuwe persconferentie. Hopen jullie dat jullie open mogen of zeg je van nou zo gaat het eigenlijk wel goed? Nee, natuurlijk hopen we dat we open mogen. Daar gaan we vol voor. We hopen echt dat iedereen inziet hoe essentieel een kringloopwinkel is voor de bezoekers die hier hun sociale moment hebben, maar ook voor de vrijwilligers die hier hun ontmoeting hebben. Dus wij zijn heel erg voor dat we heel snel weer open gaan, want wij zijn meer dan een winkel.